We hebben mooie tijden meegemaakt in straatvoetbal. Ja. Hoe hoop jij dat het over een aantal jaren eruit gaat zien? Ja, hoe het er nu uitziet, lijkt alsof het in Nederland klaar is, het straatvoetbal. En het is moeilijk om een echt weer een paar goeie uit te pikken, zodat het door blijft leven en door blijft groeien, weet je. Ja. En ja, wij zijn last man standing die het nog doen een beetje. En ja, we worden nu ook ouder, maar het blijft er nog wel in. Ja, moeilijk. Het wordt moeilijk. Het is schaars. Het wordt schaars. Want maar als je gewoon kijkt, van hoe hoop je nu? Wat hoop je? Ik hoop dat het nog blijft doorleven in Nederland. Dus dat het gewoon door blijft gaan. De techniek, de straatvoetbal. Want normaal staat Nederland nu nummer 1 ja. met het straatvoetbal. Maar je hoopt gewoon dat de mensen er gewoon nu zien hier een leeg veldje. Ja. Dat je gewoon denkt, dat de jeugd van tegenwoordig het gewoon blijft oppakken, ja. Zeker. Maar het is moeilijk, het is echt moeilijk. Dus het is alleen maar hopen.